Younes Taha. Ja, nee, we wensen hem ook veel sterkte. Dat is een van de... In de vorige jaargang. Let's fucking go, guys, come on! Met zijn ploeggenoten hem op deze manier ondersteunen. We zien de namen onder in beeld, natuurlijk Europese verplichtingen had. Dan krijg je... Hulgers. Van Rooij. Hulgers. Crescendo. Voor het eerst wat minder. Dat is een speelplan. Eén keer rots. Ook voor Hulgers. Brouwers. Is te koppen. Gewoon netjes achter de bal staan. Gerrits hiermee doen. Het is een penalty. Lammers. En dat betekent een penalty raak. Lukt het hem ook tegen Heerenveen? Jazeker. En zo. Sebaoui. Door het midden, Stijn. Rots, dat is ook geen slechte bal. Die weer voor Stijn blijft hangen. Twee maal aangesproken. Dan zou u mij ook zo vrij laten. Sierlijk, wat Rots probeerde. Het brengt wel wat risico. Zag Stijn alweer vertrekken. Gebieden van Persie zal dat zijn spelers. Vooralsnog de man van deze wedstrijd, maar er is nog een helft. Toch een beetje. Nee, zeker. We praten er nu ook elke keer over. Maar ja, je wordt hier. Ook twee gele kaarten nog in de eerste helft voor Salahedin en Van der Hart. De helft waarbij Rots snelst overeind is gekomen. Je kan je ook afvragen of zo'n directie technisch dan wel algemeen en dan net niet snel genoeg is. Eerste helft. Zo. Goede. Hulgers niet, maar Bruns wel zijn. Het had meer kunnen, misschien wel moeten zijn. Hulgers. Van heel ver. Flap. Ah, die is lekker zeg. Dan zit het ook echt tegen. Hij was al zo diep. Spelsituatie. Moet de kom.
controle, toch de paas. En die is goed. En dan komt daar Oenerstal. Waarom komt hij daar? De bal gaat tegen de paal. Pilt. En ook een bal nu gewoon over de verdediging heen gelegd kan worden. Geen sprake van buitenspel. Kijk dat de bal in Schede's bezit komt. Dat gebeurt uiteindelijk ook wel, maar met wat vertraging. Olson, toch nog. Sebaoui. Redding Oenerstal. In Alkmaar afgelopen weekend. Maar scoren lukt. Zitten. En Heerenveen heeft natuurlijk nog maar weer eens een kans erbij op trapflap. Rots. Nicolaiescu. Dan voor Heerenveen. De twee mannen. Maar voor wie? Mans dus. Keulert. Van E kan er niet bij. De Zilgers. Nee, 7 punten. Heerenveen blijft dan in dat rechter rijtje hangen. Gele kaart erbij. Als het toch wel onbesuisd is wat Keulen. En gelooft men nu. Keulen. Zeker via Van Berg in de eerste helft nog vaker tot een treffer kunnen komen. Dat gebeurde niet. De laatste uitbraak voor Heerenveen komt er dan niet meer. Serdar. Voor een ploeg die bovenin mee wil draaien, maar tegen Heerenveen lukt het. Sam Stijn. Is het Twente vandaag, alleen de laatste fase af. Bij deze de kop is ingedrukt. Aan drie pijn geworden. Ook hij gaat zo zeker zijn verhaal doen, want hoedigelingen laat ik over aan de experts. Aleta en Karim.